Welkom, u bent hier bij Meerbeek Caravans & Campers in Doetinchem. Mijn naam is Gerrit-Jan Meerbeek. Meerbeek heeft het gaafste caravanbedrijf van Nederland en dat komt omdat wij de Europese topmerken verkopen. Wij zijn dealer en leverancier van merken als Adria, LMC, Fendt en dit fantastische merk Hobby Caravans. 30 jaar lang marktleider in de Europese caravanmarkt. Ja, vandaag willen wij eens... Hallo, mijn naam is Mark Meerbeek. Vandaag zullen we eens even gaan toelichten waarom dit eigenlijk op die bewezen waarde van 30 jaar lang de meest verkochte caravan is. Dat blijkt ook bij dit model weer. We gaan vandaag toelichten de Hobby Deluxe 495 UL model 2020. Beginnen we aan de buitenkant. Hier zien we de nieuwe neus van de Hobby met geïntegreerde wisselbak. De wisselbak is mooi geïntegreerd, dus dat sluit heel mooi aan in de front. We zien alle dingen die je nodig hebt, zien we gewoon zitten. De gaslang, de gasregelaar, bandenreparatieset, de afvalwatertank. Ik doe hem er even dicht. Standaard dislafdekking, kogeldrukmeter, stabilisator. De 1550 kilo mag je laden, dus ook gelijk een zware as eronder. Dan loopt aan de zijkant langs. Dan zien we hier een groot serviceluik zitten. Hier zien we al een kleine noviteit, de andere hoek. Lithium pack. Vertellen we daar nog wat meer van. Deze caravan heeft een lengte van 7,12 meter. Dan zien we hier dus de nieuwe deurenhobby met geïntegreerde horddeur. Plusé horddeur die soepel sluit. Een deur die ook heel rustig dicht gedaan kan worden en dan sluit je ook goed. Goed slot erop. Slot sluit op 3 punten als je hem afsluit. Dus lekker robuust wat dat betreft. Veel bergruimte erin. Echt een hele mooie ontwikkeling wat Hobby heeft gecreëerd. Prullenbakje standaard voorzien. Aan de achterkant zien we natuurlijk een noviteit van 2020. Dat is de nieuwe achterbumper. Mooie duidelijke achterlichten. Ze zijn van LED voorzien. Alle functies zitten erin die natuurlijk nodig zijn. Standaard derde remlicht erop. Heel mooi afgewerkt door een mooie zuilen die hij heeft. Breedteverlichting, contourverlichting, alles is standaard aanwezig. Dat zijn een paar leuke highlights van die buitenkant. Wil jij eens wat vertellen van de binnenkant, Gerrit-Jan? Die binnenkant die maakt deze caravan de meest verkochte caravan van Europa. En dat komt door maatvoering en wat geleverd wordt. 7,12 meter lang, totale lengte. En dan deze binnenkant. Geen enkele fabrikant krijgt dit voor elkaar. We beginnen aan de voorzijde. Alles zit hier. Gewoon is hier aanwezig. 2 losse bedden. U ziet het raampje voor extra lichtinval. Natuurlijk de lattenboren om een groot bed te kunnen maken. Die zit er ook standaard in. Bedden, nou, die zijn natuurlijk allemaal omhoog te tillen. Dan komt u in de bagageruimtes. Hier ziet u het vulkussen om hier tussen te leggen. Dat kan aan deze zijde op dezelfde manier gebeuren. Ja, als ik goed begrijp, Gerrit-Jan, die rolboren die bestellen wij extra. Maar die doen wij standaard. Maar het is niet altijd standaard, hè? Duitsers willen dat niet altijd hebben. Nee. De Duitse markt soms niet, maar de Nederlandse markt hebben wij ontdekt. Wil eigenlijk iedereen die lattenbodem hebben. En dat komt eigenlijk omdat als senioren bijvoorbeeld deze caravan kopen, ze ook wel graag kleinkinderen willen meenemen. Of ja. Bijvoorbeeld aan hun kinderen willen uitlenen. Door deze lattenbodem ontstaan hier feitelijk wel 4 slaapplaatsen. Is eigenlijk altijd toegevoegd aan die Meerbeek. Ga je van 2 naar 4 als mogelijkheid van slapen. We gaan verder met het succes van deze indeling. Dit is een groot succes. De grote koelkast. Kijk naar het volume van deze koelkast. Bedienbaar, ook makkelijk. Hobby maakt echt alles makkelijk. Gebruiksgemak staat hoog op de lijst. 220 volt, stekkertje. 12 volt, gas. Hier is het ontsteken op gas. Dat is dus belangrijk om te vertellen. Gebruiksgemak is bij Hobby ook op het hoogste niveau. Dit is ook een wonder. Een toiletruimte met lichtval, maar dan vooral heel veel kasten. Ontstellend veel kasten. Spiegels. Nou, waar je ook kijkt, het succes gaat verder. Ook hier, lades. Grote lades. Met allemaal soft close, pushlock. Royale rondzitgroep met een tafel waar wieltjes onder zitten. U als kijker moet weten dat Hobby niet zomaar 30 jaar lang marktleider is in de Europese caravanmarkt. Daar liggen 2 basisfactoren aan zijn grondslag. De eerste is natuurlijk de kastenbouw. Kijk hier wat hier gebeurt. Allemaal kasten, gemonteerd op alu-railtjes. Daar zitten de schroefjes in geschroefd. Daardoor zijn die kastjes zo enorm momentvast gemonteerd. En gaat het ook een leven lang mee. Dat is dus 1. De kastenbouw zijn er ook heel veel. Kijk, 1, 2, 3, 4, 5. Alleen al in deze rondzitgroep. En zag je dat, Gerrit-Jan? Ze gaan fluisterdicht. Gaan ze dicht. Ja. Dat hoor je niet. Fluisterdicht. Als je s'nachts even wakker wordt en je vrouw slaapt bijvoorbeeld. Je moet wat pakken en je doet dat kastje zo. Je vrouw of man, als je maar net niet wakker wordt, zal het niet horen. Ook een kwaliteitskenmerk. Maar dan om tot succes te komen, en ik ga wel eens naar het hoofdkantoor van Hobby toe en daar wordt dat toegelicht. Die zeggen ook altijd, dat gaat niet over 1 nacht ijs. Daar komt echt meer bij kijken. En daar is een geweldig voorbeeld dit.
het verlichtingsconcept. Druk jij eens een paar van die knoppen in, Mark. Ja, hier kunnen ze dus heel makkelijk schakelen met de verlichting. Kijk, plafondverlichting, keukenverlichting, buitenverlichting. Maar zelfs de boilerfunctie zit hier, die kun je aanzetten. Je kunt hier het waterniveau nog meten. Dus eigenlijk alles kun je centraal schakelen. Als je een mooie combinatie hebt gevonden en je drukt dit knopje in, het geheugenmapje, dan sla je hem op. En dan zit je eigenlijk alles in één keer op die laatste stand. En zelfs bij de instap is eraan gedacht, een instapschakelaar. Dus in het donker kun je makkelijk de plafonnière aandoen. Waar ik nog één ding belangrijk vind om eigenlijk even toe te lichten, waar we nu net heel even snel langs gaan, dus kunnen we hier zien in deze wand. Kijk, door in die 7,12 meter alle ruimtes goed te houden, heeft Hobby deze wand helemaal parabolisch gebouwd. Rond. Wel ruim, want die kast is gewoon groot. Er zit veel bergruimte in. Televisievoorbereiding, stroomvoorziening, alles natuurlijk op het hoogste niveau afgewerkt. Maar door het rond te maken, is er dus ruimte in het midden van die caravan. En dat is uniek. Daar is rond die 7 meter maat, enkele bedden, grote keuken, grote koelkast en een royale rondzit krijgt. Dat zijn een paar enorme highlights. Nu gaan we even naar de prijs, natuurlijk ook niet onbelangrijk van die caravan. Want wij hebben deze als Meerbeek Limited Edition uitgevoerd. En dan maar als je door die deur loopt, zie je altijd een beetje de lach. Dat is weer die detaillering. Hè? Eerst het handvat. Nou, dat denk je van dat kan. Dat zou kunnen. Maar het grappigste om echt in de lach te schieten is als je naar deze prullenbak kijkt. Doe de prullenbak omhoog. En je gelooft het niet. Ik zal het even laten zien. Ik kan dit eruit klikken. Zo. En dit is dus een stoffen blik. Geweldig detail. Ook standaard in al onze hobbycaravans. Nu snel naar de prijs. Duitse groetelijkheid. Hier zien we de prijs. Kijk, deze caravan hebben wij dus bij ons als Limited Edition uitgerust. Het nieuwste model 2020. Met de standaard dat royaal laadvermogen, dat je tot 1550 kilo mag laden. De eigen weg zit overigens rond de 1150 ongeveer, dus je hebt ruim 400 kilo laadvermogen. We doen de mover erbij, dat is de 505 FL van Enduro. Dat is de nieuwste mover, die is licht in gewicht, volautomaat en kan waterpas zetten. En die is waar we net aan het begin van het filmpje al zagen, afgemonteerd met die lithium-pack accu. Een accu van 3,5 kilo, 20 ampère, waar je ook de hele camping mee kunt rangeren. Waardoor je dus geen gewicht hebt en die hoef je niet te onderhouden in de winter. Die kun je gewoon in die caravan laten staan. In het voorjaar de stekker erin en hij is gewoon weer opgeladen, functioneert. Deze modellen doen we de standaard ook inderdaad dan met de tunnelluifel op het dak. Hij zit hier al gemonteerd, als we naar boven kijken. Wil je wat langer kamperen, kun je nog kiezen voor een voortent. Die hebben we van de merken Dorema, Unico, Isabella, Brand. Dan zoeken we de juist passende bij die in uw situatie geschikt is. Hier zit die rolbodem in die we bij besteld hebben, die dus niet standaard in de prijs, maar wel bij Meerbeek standaard is. En dan komen we op een prijs van 26,859. Zeg maar ongeveer 27.000 euro. Wij van Meerbeek kunnen deze leveren met een korting van bijna 3.000. En dan zit je op 23,995 al in. Nou, wat is wel mooi van deze prijs? Nieuwste model 2020. Op dit moment is er gewoon een gebrek aan eigenlijk mooie, jonge gebruikte caravans. En dit is daar eigenlijk een oplossing voor. Want je ziet op het moment gewoon mensen zien gewoon caravans kopen of je ziet ze op marktplaats voorbij komen. 17, 18, 19.000 euro en dan gewoon bijna toch 5, 6 jaar oud. Dit kun je nieuw kopen. Dat laatste stukje wat je zou willen, daar heb ik een oplossing voor, Gerrit-Jan. Dat kan op een hele mooie manier, hè? Ja, dat is wel mooi om te zeggen. Ik heb toevallig een stoffen blik nog in de hand. Maar kijk eens op deze leaflet. Als u dit nummer opbelt, 076 596 1133. Dan komt u tot de keuze. Wat moet ik doen? Moet ik de gebruikte hobby kopen van 19.000 euro, waar een kleine koelkast in zit, niet zulke mooie kleuren, zeg maar, hè? Of oud buitenmodel? Ja. Heb ik nog een paar duizend euro beschikbaar, kan ik die nog ergens vinden om deze nieuwe te kopen, wat natuurlijk veel gunstiger is. Nou, daar heeft dus Finan Plaza de oplossing voor. Finan Plaza, ik zal symbolisch een stoffen en blik erbij leggen, die zegt van wat heb u nodig? 1.000, 2.000, dan laten we zeggen 5.000. Dat kunt u dus heel makkelijk van Finan Plaza krijgen. U belt dat nummer op en het grote voordeel van dit moment is, er is een historisch lage rente. Dat is bij Finan Plaza ook zo. Dus bijna voor niks kunt u de laatste paar duizend euro's via dit kanaal bijfinancieren. Komt u in deze nieuwe caravan terecht. Niemand weet het, u betaalt bijna geen rente. Finan Plaza heeft ook nog een regeling. Als u toevallig alles af kan lossen, kan het allemaal nu zonder kosten. Nou, wat is nou mooier? Daarom, ja, wij leggen het mensen wel eens uit. Heel vaak als wij in de showroom komen en mensen komen in dat dilemma. Wat moet ik doen? Die dure gebruikte caravan kopen of deze nieuwe? Bijna altijd als ik dat uitleg, ja, dan nemen de mensen dus de nieuwe. Want eigenlijk is het gewoon goedkoper. Rente is laag. Ja. Je krijgt alles nieuw bij de geweldige aanbieding. Alles zit erop en eraan. De restwaarde is veel hoger. Dus hier ligt de oplossing. De oplossing bestaat eigenlijk uit drie delen. Het belangrijkste is dat het natuurlijk het beste product is. Het hobbyproduct. Dat is één. Ja. Twee. Wij verkopen het. Wij kunt u leveren. Wij kopen het in grote aantallen in. Limited edition, hè? Compleet, wij hebben Meerbeek Limited Edition. En drie,
Als u het zelf wilt gelden, is het wel het makkelijkste. Maar hebt u het niet, u kunt er heel makkelijk aankomen via Vina Plaza. En wij kunnen u daarmee helpen. Wij hoeven eigenlijk niet te helpen, dat is onze rol niet. U hoeft alleen maar dit nummer op te bellen en het is geregeld. Moeten we nog wat toelichten, doen we het uiteraard graag. Willen we meer informatie van deze caravan of zo eventuele financiering? Kijk even op www.meerbeek.nl. Ik zou zeggen, ben u enthousiast? Wij zijn enthousiast. We kunnen een voorraad leveren, kan binnen 24 uur. Tot ziens in Doetinchem. U bent welkom.